We hebben deze rakker draait. Ja? Draait die rakker? Kijk, lampje. Oh, sorry. Lampje daar brandt. Oh, ja. Ik heb mijn koptelefoon vanaf. Hier draaien we ook. Dus we kunnen aan de slag. De motor draait. Oh, ja, en hoe? Zal ik deze even wegdoen? Zo. Zo. De Wasstraat. Wasstraat 33. Twee keer drie. Magische nummer. Dat is lang geleden. Ja, echt veel te lang geleden. Weer. Dat zeggen we elke keer. Dat is keer. Het thema inderdaad. Aantekeningen op de iPhone. In, hoe heet dat ook weer? AI-write. Oh, ja. IA-writer. IA-write. Ik weet nooit de volgorde tussen die twee letters. En deze keer... In het nieuwe jaar ten eerste. Jezus, we hebben echt lang. En ook nog eens na een enorm event. Het is mij wat... Ja, het zal voor de kijkers zal het niet echt veel uitmaken natuurlijk, maar... Je bent, er is iets gebeurd bij jou. Oh ja, ik ben weg bij Mirabeau. Terwijl nee. Jullie hier naar kijken, ben ik al aan mijn volgende baan begonnen. Ja. Terwijl ik dit opneem, ben ik officieel nog op betaalde vakantie van Mirabeau. Ah. En wat ben je nu aan het doen? Nu docent. Mensen aan het kijken? Oké. Okay. Ik ben docent geworden. Voor kleine kleuters die willen HTML. Het is op de HBO in de Hogeschool van Amsterdam. Uh-huh. En daar geef ik lessen in front-end development. En waar ik me vooral mee bemoei, dat is met webdesign. Oké. Okay. Omdat ik vind dat webdesign beter moet. Ja. En dat vooral daar eigenlijk op en dan niet specifiek UX of zo, maar eigenlijk op het gebied van visual design, dus grafisch ontwerpen voor het web, dat daar nog lang niet ver genoeg gegaan wordt. Daar kunnen heel veel slagen gemaakt worden. En zeker als je kijkt naar de studenten die van deze opleiding afkomen, dus dat is er niet één hoor, er zijn in heel Nederland zijn er meerdere van dit soort opleidingen. Ja. Die... Dus je begint met deze eigenlijk, met deze opleiding? Nou ja, ik ga hier gewoon werken. Ja, okay. Met het idee van dat ik kan bijdragen en dat het onderwijs beter wordt. En dat er studenten afkomen die daadwerkelijk ook iets geleerd hebben. Uh-huh. Want wat ik een beetje raar vind is, er komen dus allemaal studenten af en die kennen de basisprincipes helemaal niet. Die noemen zichzelf visual designer, maar die weten helemaal niet, kennen helemaal geen basisprincipes van grafisch ontwerpen. Dus even de kanon op een rijtje. Typografie neem ik aan. Nou ja, typografie bijvoorbeeld. Grid design. Ja, bijvoorbeeld verhoudingen. Dus er zijn gewoon... kunstgeschiedenis niet gehad. Wat mee? Het is HBO-niveau. Nee, serieus. Ja. Kunstgeschiedenis niet. HBO-niveau. Dus ze kunnen hun eigen ontwerpen niet plaatsen in de geschiedenis. Het is gewoon, ik weet niet wat ze doen. Maar kijk, want kunstgeschiedenis is even belangrijk. Voor mij in elk geval, kunstgeschiedenis is niet belangrijk om de rijtjes te onthouden. Dat is leuk natuurlijk, maar dat kan je allemaal opzoeken. Maar het is vooral om te realiseren dat je, wat jij net zegt, een rol speelt in een groter geheel. Yeah. Dat je jezelf kan toetsen ten maar eerste. Ook dat je weet van waar is jouw design op gebaseerd. Ja. Het is niet dat je iets nieuws verzint. Nee, je baseert het allemaal op iets wat ervoor is geweest. Ja. En, goede ideeën, maar of slechte ideeën mag ook. Precies. Ja. Dus er ontbreekt nogal wat. Of eigenlijk alle basisprincipes die er nodig zijn om een goede... grafische ontwerper te zijn, die ontbreken volgens mij nu. Ja. En daar gaat nu. Maar van alle dingen, serieus, van alle dingen die ik in elk geval mee heb gepikt. En ik ben ook een of andere dwarskont geweest die zei, opleiding heb ik niks aan, bla bla. Weet je wel, de eerste twee zinnen die je uitspreekt nadat je diploma in je hand wordt geduwd. Geschiedenis is echt iets wat erbij hoort. Dat is zo bizar belangrijk dat je in ieder geval weet zo van, er is ergens waarop ik kan terugvallen. Ik kan leren, zeg maar, ik hoef niet alleen van mijn eigen fouten te leren, maar ik kan het ook van die van andere mensen doen. Ja. Of geïnspireerd raken. Ja, juist.
En dat je ook weet van waar het vandaan komt. Ja. En waarom het toen ontstaan is. Dat is hartstikke handig. En daardoor, als je dat soort dingen weet, dan kan je eigen werk ook gewoon onderbouwen. Kan je zeggen van, nou ja, tuurlijk moeten we geel gebruiken, want, nou ja, whatever. Ja, weet je? Ja. Alle links moeten overigens geel. Zeker als en anders is het echt een of andere... Nu wordt er maar wat geluld. Wordt er maar wat aangeluld. Niet onderbouwd. Maar ja, alright. Dus dat is een van de dingen die ik daar wil gaan doen. Ja. Ik wil ook, ik vind het heerlijk om eventjes weg te zijn uit het zakenleven. Dat ik even me meer in de weer in cultuur kan verdiepen. Meer met kunst bezig kan zijn. Meer, minder met geld en vooral meer met de inhoud. Ja. Wat moeten die, wat is de basis, wat moeten studenten leren? Met mensen eigenlijk, ook. Ook met mensen, ja. Wat dat eerlijk gezegd. Ik heb niet zoveel met mensen. Nee, toch niet? Nee, vreemd genoeg. Ja, dan okay, zit je helemaal goed in het onderwijs. Ja, hè, ja. Dan heb je helemaal geen mensen. Waar ik me echt heel erg zorgen om maak. Lege vessels. Waar ik me zorgen om maak is, ik kan geen namen onthouden. Ja, dat heb ik ook altijd. Het is een beetje lastig in het onderwijs. Maar goed, dat kan. Ik kan ze naambordjes laten dragen. Ja, ga ik. Ja. Maar dat ga ik dus doen. Nou, leuk, en daarnaast zeg. Ga ik workshops geven aan, dus aan professionals. Mensen die al voor het web werken. Mm-hmm. Daar wil ik graag workshops aan geven over het web. Nou, dat is wel heel fijn. Zowel op het gebied van webdesign als op het gebied van webdevelopment. En dan ben ik nu wat dingen voor aan het opzetten. Ja. Maar je kan me natuurlijk altijd bellen, hè, als je zoiets hebt van... Hey Vasilis, kom eens een workshop bij ons geven. Graag. Heb je al een agentschap? Waar mensen Janine klaar zit met een... Ik ben bezig met wat dingen, maar je kan me ook direct benaderen. Dat is het makkelijkst. Oké, super. Ja, dat klinkt echt super. Ja. Ja. Heel druk verder ook. Echt veel dingen aan het doen. Ik heb nu dus vakantie, maar ik heb ontzettend veel gedaan. Ik ben ook een artikel aan het schrijven over... aan het schrijven en vormgeven over hoe het web eruit moet zien. Het is voor een nieuw magazine wat nu opgericht wordt. Wat dat magazine eigenlijk zegt, is een design magazine, webdesign specifiek. En die zegt, we hebben geen taal om webdesign te bekritiseren, om te benoemen van wat er mis is of wat er goed is. Daar hebben we niet een specifieke taal voor. En dat heb je wel voor grafisch ontwerp. Uh-huh. En daar kan je... Bedoel je net als dat je dat met wijn hebt? Dat je kan zeggen van, oh, zoete toon en je bouquet en bla, bla, bla. Bijvoorbeeld. Maar je hebt dus, met grafisch ontwerp heb je een hele geschiedenis. En daardoor kan je grafisch ontwerp bekritiseren. Maar voor web... Het is een beetje vaag ook. Maar goed, wat ze willen is... In dat magazine, ze willen een soort design magazine beginnen over webdesign. Uh-huh. Waarin mensen hun mening geven over hoe het web eruit moet zien. Oké, dat klinkt goed. En wat ik eigenlijk zeg in dat verhaal is van, nou ja, omdat ik vind het web dus altijd een weird, onvangbaar ding. Je weet niet wat voor apparaat mensen gebruiken. Je weet niet hoe het eruit komt te zien. Ja. En ik denk dat daaruit eigenlijk... En je weet niet wat voor netwerkverbinding mensen hebben. En daaruit volgt een bepaalde beeldtaal, denk ik. Ja. Maar eigenlijk waar ik mee begon was... Hoe zag het web er 7 jaar geleden uit? Dus in 2007. Mm-hmm. En toen ben ik dus dat artikel had ik geschreven en toen ben ik dat gaan vormgeven in de stijl van 7 jaar geleden. Dat is moeilijk. Heb je tabellen gebruikt? Nee, dat niet. Nee, 7 jaar geleden gebruikten we geen tabellen. Oh. Dat was allemaal diffjes. Maar wat het moeilijke is eraan, is dat wat we deden 7 jaar geleden was geen content vormgeven, maar 7 jaar geleden maakten we een rococo-lijst. En die was het allerbelangrijkst. Ja, ja. En daarin propten we de content. En daar gaven we helemaal geen aandacht aan. Het deed er niet toe wat er in het midden stond. Nee, helemaal niet. Als de interface... En dat was het. Het enige wat we deden was interfaces
maken. Ja. Dat was het belangrijkste. Maar daar kwam ook een heel groot deel van, in elk geval in eind jaren 90, toen het web net in opkwam. Toen was dat eigenlijk ook een van de belangrijkste issues. Mensen, grote designbureaus, begonnen interface designers aan te nemen om het web aan te kunnen. Ja. Omdat dat eigenlijk een soort van de volgende stap was na interactieve cd's, weet je wel. Maar het ging alleen maar, leek het, om de interface. Mm-hmm. En het ging niet over de content. Nee. Dus de content werd niet vormgegeven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar alle sites die we toen maakten, en dat heb ik nu ook gedaan, is de typografie was crappy. Dus dat was 11 pixel Arial. Ja, kleiner. En, ja, of 10. In 2007 was het misschien al 11. Maar dan was het... en dan was de een heading bijvoorbeeld. Ja. Boven een paragraafje. Dat was gewoon 11 pixel Arial bold. Ja, precies. Dus ja. Dat was ook niet een heading. Dat was gewoon een blurpje tekst bold gemaakt. En dan een enter... En dan de volgende regel. Dus er werd helemaal geen betekenis gegeven aan de content. Het was echt zo slecht wat we deden. Als je titel had sowieso, hè? Ja, ja. Er werd helemaal geen aandacht aan besteed. Nee, nee. Dus heel veel... En dat is ook dus de metafoor die ik had bedacht. We waren lijstenmakers. En als je kijkt naar een lijstenmaker, die vindt het heel belangrijk dat zijn lijst heel mooi is. Tenminste, een slechte lijstenmaker. True. En dan denk ik aan een rococo-lijstenmaker. Die echt heel veel tierlantijnen en dingen en van alles. Allemaal die de aandacht trekken. Ja. Aandacht weghalen van datgene wat er in het midden zit. En dan klopte het ook natuurlijk, want in die tijd was datgene wat er in het midden zat, de content, was ook crappy. Want daar besteden we helemaal geen aandacht aan. Nee, dat zag je ook bijna niet. Ja, er waren nauwelijks content editors. CMS'en waren nog slechter dan ze nu zijn. De content was gewoon slecht. Dus het... Maar ja, daar zijn we gelukkig vanaf. En ik heb dus het idee dat we tegenwoordig meer de content aan het vormgeven zijn. En daarna, indien nodig, zetten we er nog een interface bij. Ja. Maar dat is secundair. Ja, idealiter zou het een balans met elkaar moeten vormen. Of in elk geval, als het er is, dan moet het ook samenwerken. Kijk, moet het relevant zijn. Je moet een interface toevoegen als het nodig is. Ja. Maar je moet niet een interface toevoegen omdat er nu al eenmaal overal een interface op zit. Ja. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom er zo gericht werd op die lijsten. Ik bedoel... De lijsten was eigenlijk ook het moeilijkste en ook hetgeen waar het meeste eer aan te behalen was. Want bijvoorbeeld dat content beheren en die CMS en zo, waren zo bizar gelimiteerd. Ja. Dat mensen vaak ook maar dachten van, ja weet je, daar gaan we gewoon maar een stenceltje van maken. Maar ik... En maar hebben goed, ze het gewoon daarbij gelaten. Als je die lijsten analyseert, hè, van wat zijn dat nou eigenlijk allemaal? Ja. Hè, wat staat daar allemaal in? Het zijn ook allemaal links die je weghalen bij die content vandaan. Ja. Terwijl de mensen, ze komen voor die content, weet je wel. Ze hebben een zoekmachine gebruikt. Ze hebben het idee van hier staat wat ik zoek. Mm. En eigenlijk wordt dan 70-80% van de ruimte ingenomen met allemaal linkjes die je weghalen hier vandaan. Ja, het is zo een rare. Nou ja, hebben we jarenlang gedaan. Ik blijf het. Jij vindt het niet raar? Nee, ja, ik vind het fascinerend. Om maar meneer Spock van Star Trek even aan te halen. Maar het is ook... Want ik merk nu bijvoorbeeld dat links ook gewoon helemaal nooit meer gebruikt worden. Of tenminste... ik ben nu een aantal designtrajecten of voortrajecten ben ik net uit... En dan merken we dat het toch wel heel erg moeilijk is om mensen te gaan leren, ook klanten, om te leren ze van, hé hey, kijk, in teksten staan links. Ja. En die verwijzen naar andere dingen die misschien wat meer, die je verder helpen. Ja. Als je dat wil. Maar daar kan je voor kiezen, want dat is het web. Ja. En we lieten dat dus zien. En we merkten gewoon dat mensen het web niet begrepen. Dat ze zeiden van, ja, dat is wel een beetje rommelig allemaal met die lijntjes zo onder de ja, dat onder is die teksten. Ik zeg van,
dit zijn links. En daar kan je op klikken als dat nodig is. Wauw. En... Wauw, echt waar? Nou, dat is een... Kijk, nu heb ik het heel even over het team en de klanten. Maar die zijn minder belangrijk. Hè? Maar als je bijvoorbeeld zoiets gaat testen, en dat hebben we dan ook gedaan. Dan ga je zoiets testen met mensen en die snappen het ook niet. Het lijkt er een beetje op dat we met de appjes en het gemak van het internet en zo... dat we onszelf een beetje aan het ontleren zijn hoe het web eigenlijk werkt en eruit ziet. Althans, hoe het in ieder geval vroeger eruit ziet. Dus jij zegt, want dat zou ik echt shocking vinden. Dus dat mensen links helemaal niet... Nou, je merkt dat mensen die heel weinig ervaring hebben op het web... en ervaring die ze hebben bijvoorbeeld met de Facebook-app zijn... Ja. Dat ze alles een beetje zien als systeempjes in plaats van een mooi groot netwerk waarin van documenten waar je eindeloos heen kan bladeren. Maar dat het gewoon een monolithische lijst is waar je op likes kan klikken en formuliertjes kan uitklappen. Je ziet ook, de links staan altijd links en rechts van het artikel en nooit meer erin. Ja, het zijn ook geen links meer, het zijn knopjes en icons. Ja. Er zijn eigenlijk, en de verhaaltjes die erin zitten, ja, dat zijn hele korte verhaaltjes. Dus. Best shocking om te horen. Heel erg shocking. Nou, inderdaad, ja. En ik weet ook niet of je hierin mee moet gaan, want volgens mij... Dat is dus de vraag. Hoe zorgen we ervoor... Ten eerste, is deze trend oké? Okay? Zeg maar, misschien moet... Is link een bad practice, omdat niemand het eigenlijk mooi vindt of prettig vindt? Nou ja, maar mooi, dat is ook... Nee, maar, dat is ook nee, kijk, maar... mooi, we vonden... 4 jaar geleden heb ik nog gediscussieerd over 11 pixel fontjes, hè? Ja, met een art director. Ja. En ik zei, het moet minimaal 16 zijn. En toen zijn we op 14 uitgekomen. Ja. Dat was, en die man was echt van, wat? Zo groot? Het is zo ontzettend lelijk. Ja. Dus mooi is geen, dat is geen punt. Nee, dat is misschien geen valide punt, maar niet voor jou of voor mij. Maar... Nee, maar dat is over een jaar is het anders. Laat ja, ik het zo precies. Zeggen. Het is oneven gaan. 2 jaar geleden vonden we 16 pixel fontjes groot. Nu vindt iedereen het laten normaal. We die even zitten. Dus laten we de esthetiek er even buiten laten. Want ik ben ervan overtuigd, en dat zei ik ook tegen onze designers en ook tegen onze klanten. Nou, misschien is dit niet de fijnste vorm. Leiden de links heel erg af. En, terwijl het een soort van tweede rangs interactie zou moeten zijn. Je eerste rang is maar misschien lezen. Helpt het. Bij klanten kan het helpen om te zeggen... Dit is niet een graphical user interface. Dit is de natural user interface. Het heeft dus een naam. Hè? Je hebt de GUI en je hebt de NUI. Natural user interface noemen ze het. Waarin de interactie in een zin staat. Ja, precies. Ja. Dus bijvoorbeeld van ik wil graag... €200 doneren, dat je gewoon ik wil graag, en dan kan je daar je bedrag invullen. Ja. In de zin. Ja, precies, ja. Natural user interface wordt dat genoemd. En als je daar dus zo'n buzzword aan hangt, dan weet ik in elk geval dat een aantal marketeers erin mee zullen gaan. Ja, die vind maar ik geweldig. Het maakt nog niet... Het heeft nog steeds geen invloed op de eindgebruiker. Precies, en dat is... En dat is juist de tijger die we proberen te vangen. Ja. Want die leidt... Als we die dus nu moeten... hereduceren of bij moeten leren hoe het web eigenlijk werkt en hoe dat is vormgegeven of hoe dat werkt in essentie. Ja. Dat betekent dus dat we ze ook een heleboel dingen moeten bijleren over dat het web geen Facebook-app is, maar veel meer dan dat. En bijvoorbeeld ook hoeveel bizarre hoeveelheden informatie er vindbaar zijn buiten die Facebook-app en hoe nuttig dat allemaal wel niet is. Ik denk dat de meeste mensen Wikipedia niet kennen buiten een app. Maar daar kom je toch bijna vanzelf al op terecht als je ooit eens iets googelt. Ik denk dat mensen meestal bij een bedrijf terechtkomen. Nooit informatie zoeken. Ja, precies. Ik denk als je naar Renaissance zoekt, dan komen mensen inderdaad bij... bij Wikipedia als eerste of tweede link of wat ook. Ja. Maar als je zoekt op stofzuiger, ja, de eerste 50.000 miljard pagina's zijn geen Wikipedia of nuttige pagina's. Ja. Het zijn allemaal netjes ingekocht door... En er is ook een hele lange trend geweest binnen... binnen marketing, denk ik. Die heeft gezegd, je moet
klanten binnen jouw domein houden, ja, bezoekers. Ja. Dus nooit naar buiten linken. Dat is eigenlijk slechter dan Facebook geweest. Dat is natuurlijk destructief voor het web, ook anti-web. Je moet ze binnen jouw domein houden. Je hebt, ja, een aantal van die techblogs en dan vertellen ze over een bedrijf bijvoorbeeld. En dan is het bedrijf, er staat een linkje onder en dan denk je, als ik daarop klik, dan kom ik op de website van het bedrijf. Ja, maar nee, dan kom je op een andere pagina binnen dat blog waar, ja, met de tag dat bedrijf. Ja, dus ik deed dat ook. Geen mens. En die Gadget had daar een handje zoiets naar. Ja, heel veel van die, ja, van dat soort sites. Maar ze zijn ze overigens wel van afgestapt. Ik geloof dat ze nu ook samen met de adverteerders, want daar gaat het om, en je wilt eigenlijk dat jij zoveel mogelijk advertentie-views krijgt. Ja. Ja, precies, ik geloof, ja, dat ze met de adverteerders of zo een of andere constructie hebben verzonnen dat een link naar buiten, dat die ook waarde oplevert. He, dus dan heb je een soort van affiliate model dat als jij linkt naar het bedrijf waar je over praat, ja, dat, ja, is dan ook plotseling waardevol, want dat levert in essentie ook revenue op. Of opbrengsten op, namelijk mensen gaan bijvoorbeeld kijken hoe die televisie werkt. Ja, ja. Maar goed, dat was ook, volgens mij is dat ook een van de oorzaken van het feit dat we rococo-lijsten maken. Ja. Het idee dat mensen binnen jouw bedrijf moeten blijven. Binnen jouw site moeten blijven. Ja, nou ja, binnen je bedrijf klinkt heel erg goed. Ja. Want dat zijn het eigenlijk. Terwijl aan de andere kant zie ik een trend dat ook, nou ja, toch, ja, is het een trend of hebben we dit zelf verzonnen? Het is een trend die ik graag zou willen zien. Mm. En dat is dat bijvoorbeeld een nieuwssite zou kunnen linken naar zijn bronnen. Dat hij zegt van, oh ja, ik ben de auteur van dit artikel. En ik heb bijvoorbeeld gebruik gemaakt van deze en deze en deze bronnen. Ja. Hier kun je verder lezen. En niet alleen maar naar jezelf linken, maar juist ook naar die enorme hoeveelheid die er buiten je eigen domein ook nog is. Uh-huh. Maar ik denk dat het dan veel wordt, dat super interessant. Ja, nou eigenlijk niet. Als nu.nl dat zou doen, dan zou... Ik heb het niet over nu.nl, ik heb het over kwaliteitskranten. Ook kwaliteitskranten. Maar ja, nu.nl zou het ook kunnen doen. Als die het zou doen, dan zouden ze 100% naar ANP hier linken. Ja, maar precies. Of eigenlijk niet. Maar want ze maken 20% maken ze zelf. Okay. Dat is op zich wel oké. Okay. Ja. Maar ze doen ook een heleboel niet zelf. Nee, maar ja, dat zie je nu op heel veel nieuwssites. Ja. Maar dus zo'n nieuwssite zou kunnen linken naar andere, ja, sites. Naar nieuwssites of niet nieuwssites, whatever. Ja, het NOS die deed dat. Oh, ja? NOS Radio. Ze hebben een Radio 1-journaal 's ochtends. Dat luisterde ik altijd. En op een gegeven moment hoorde ik iets over een bedrijf en die had een leuk initiatief. Ik denk van, oh, dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga naar NOS en radio1.nl of iets dergelijks. En er stond netjes alle itempjes, die stonden onder elkaar. De ene na de andere was ook gelinkt naar, weet ik wat, naar hun eigen nieuwswebsite ding, weliswaar. Maar was in elk geval goed gelinkt en daar kon je verder lezen. Ja. Op dat ene itempje over dat bedrijf na, die was niet vindbaar. Het geluidsfragment was onvindbaar en dat was zeg maar echt een gat in de itemlijst. Okay. En dat was dus een, zoals we dat nu hebben ze er een naam voor, dat was een native advertisement. Ah. En voor... Native advertisement. Oh, oké. Okay. Voor de kijkers thuis. Een advertorial. Nee. Een advertorial, dat is... er heeft een redactie naar gekeken. Een native advertisement is, als je als bedrijf in het nieuws wil komen, wat je dan doet is, of wat je dan in elk geval moet doen, is het zo makkelijk mogelijk maken. Dus wat doe je? Je produceert wat beelden, je hebt wat leuke geluidsfragmenten, eventueel organiseer je een interview met een deskundige. Ja. En al die informatie en die data en die beelden, et cetera, dat lever je allemaal aan het NOS. En die knippen het lekker aan gort, gooi er een leuk NOS-bumpertje eroverheen. En voilà, we hebben een stukje nieuws. En daar wordt ook voor betaald, grif. He, dus als er inderdaad in het nieuws komt, dan wordt er net, ja, wordt er gewoon ergens geld gedoneerd. Of er wordt een
advertentie achter gezet of wat ook. Dat gebeurt gewoon echt, dit? Ja, dat gebeurt echt. Wauw. En er wordt dan niet bij verteld, dit is een advertentie? Nee, want in essentie is het de nieuwswaardigheid. Ik bedoel, daar dat zijn maar het is een beetje de klassieke... Het zijn persberichten in essentie. Ja, persbericht, maar dan verder uitgewerkt. Ja, dus het Rode Kruis kan een persbericht doen. Nou, dat klinkt vrij onschuldig. Van, hé, er is weer een nieuwe campagne voor bloeddonoren. Ja, het Rode Kruis die heeft ook een businessmodel. Ja. En bedrijven doen dat evenzeer. Ja. Bedrijven die zeggen ook van... Nou, onze deskundige die is erachter gekomen... dat advertenties enorm populair zijn onder tweejarigen. Nou, dat is lekker kont tegen het krip. Mensen raken geïnteresseerd. En die gaan vervolgens het artikeltje lezen of weet ik van wat. Ja. Dus. Oké, dus zijn wel iets verder uitgewerkt. Ja. Maar ze betalen er wel voor. Die, ja, dat vind ik absoluut, het verschil. Ja. En die native advertisements, want dit is voor op radio... en dan mag je eigenlijk, moet je het eigenlijk een andere naam geven. Maar native advertisements zijn nog leuker. Want wat je dan doet als bedrijf, dan ga je naar een ander bedrijf toe... en dan zeg je, oké, en die hebben als core business... dat zij allemaal lijntjes hebben naar allerlei websites. Naar New York Times, naar nu.nl, et cetera, et cetera. En jij kan een verhaaltje schrijven. Ja. Je drukt op de grote knop... je vinkt aan wat jouw target audience is. Ja. Je drukt op de grote knop, je rekent af... en het wordt automatisch, zonder enige tussenkomst van een redactie... wordt het in al die websites gezet. Wauw. Jezus. Jezus, wat een crap. En lieve dames en heren, dan hebben wij content. Yay! En de kans is natuurlijk groter van, nou ja, dat misschien wel of niet interessant is. Maar meestal is het echt niet interessant. En bijvoorbeeld Mashable, dat is een soort van exponent daarvan. Dat is bijna 100% hun verdienmodel. En daar doen ze nog wat leuke dingetjes erbij. Ik ga eventjes de camera eraf halen en ik gooi gelijk de deur dicht. Ja, doe de deur dicht, want die kleppert. Ja, inderdaad. Kijk. Oh. Straks meer. Zo. Ja, dus er wordt inderdaad gewoon heel veel crappy content gemaakt, hè? Nou ja, of het crappy is, dat weten we niet. Nou ja, ik bedoel, het is in elk geval heel makkelijk te... hoe noem je dat? Makkelijk te consumeren content. Denk aan BuzzFeed, denk aan Mashable. Hè, wordt het de 20 makkelijke manieren om XYZ te bereiken? Vijf feitjes die je niet wist over je eigen hond. Een Firefox plugin. Ja. Die van dat soort headlines maakt wat ze echt zijn. Dus 20 absolutely uninteresting facts about. En die verandert ze echt super mooie dingen. Is dat. Dus allemaal, er zijn heel veel van dat soort cliché headlines. Ja, 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 ja. Er zijn meer van dat soort constructies. Ja. En die verandert die in wat ze echt zijn. Ah, nice. Ja, dat is wel een mooie. Zullen we even naar linken? In de tekst. Oh ja, in de tekst. Hieronder staat in het. In een natural user Tenzij interface. Tenzij je het op je iPhone kijkt, dan wijzen we nu naar je knieën. In een natural user interface. Oh ja, ja, ja. Precies, ja. Ja, maar weg met al die lijstjes. Oh, wat zijn we weer dwars. Ja. Hé, maar we zijn inmiddels in de Wasstraat. Hallo, welkom. Lange route deze keer. En ik had één... Ik had geen feedback trouwens. Maar misschien moeten we eerst even afrekenen. Is dat handiger, hè? Klop ik mijn code in. Kijk. Mm-hmm. Cash. Yes. AI-writer is echt geweldig trouwens. Ja. Maar ik wil eigenlijk, waar ik het nog een beetje mis op ziet gaan, is de structuring. Met Word kan je dat, zeg maar, dingen even snel verplaatsen en je structuurtjes aanpassen. Maar dat gaat bij deze iets moeilijker, want dan moet je selecteren en weet ik veel wat. Dus, oh ja. Nou, het
druk gepind. Dus de outline, dat je de outline even aanpast. Ja, eigenlijk, precies deze. Okay, van, dit is eigenlijk beter voor de introductie en de gewoon. Ja, ik gebruik altijd voor de outline, dus voordat ik een artikel ga schrijven, gebruik ik altijd Workflowy, een webapp. Oh, daar heb ik van gehoord, ja. Ja. Hoi, mag ik de gewone de basis, alsjeblieft? Basis? Ja. Oh. Ik word gebeld. Die moet ik maar even wachten. Jo, dankjewel. Zo. Het is echt heel erg druk. Maar ja, het is zondag. Dus iedereen gaat natuurlijk auto wassen. Gezellig zijn auto wassen. Ja, precies. Met de kinderen. Oh, dan moeten we eigenlijk nog even kijken of we straks allemaal stofzuigende kinderen zien. Oké. Okay. Achter een BMW aan. Op je werk letten. Zijn we er al? Één feedback dingetje zag ik. En dat was dat in de vorige aflevering zeiden we dat websites niet meer een... dat Google geen referrer meer geeft. Dus niet meer zegt waar je vandaan komt. Dat is niet waar. En dat bedacht ik me ook toen ik het terugkeek. Ja. Dat klopt niet. Google doet dat wel. Alleen wat Google niet meer doet is aangeven welke zoektermen er gebruikt zijn. Ja. Dat doen ze niet meer. En wat ik ook hoorde is dat ze die niet meer aangeven waar het vandaan komt als er HTTPS gebruikt wordt. Maar volgens mij gebeurt dat sowieso niet. Volgens mij wordt HTTPS nooit als referrer. Je bedoelt in HTTPS is referrer gewoon uitgezet? Ja, bestaat dan volgens mij niet. Oké. Okay. Denk ik. Maar het ging erom dat... Dat was een feedback die ik kreeg, dat dat het niet klopt. Raar, maar... Ja. Ja, ik zag dat inderdaad, dat was van pas geleden, toch? Ja, gisteren volgens mij. Ja. Ja, die George was dat, geloof ik. En ik zei ook zo, hey George, we moeten hem toch even bekijken. Dus die ging gelijk aan de slag, die wist niet, die was nog bij 23 geloof ik. Oké, wauw. Welkom terug. Hey, en ik zag iets heel erg leuks bij onze videoprovider. Vimeo. Ja. En die hebben ondertiteling eindelijk aangezet. Mooi. In hun player. Dus betekent dat nu ook in elk geval mijn hele grove annotaties terugkomen in de ondertiteling. Oké. Okay. Zegt nog helemaal niks, maar het betekent in elk geval dat we erin kunnen stoppen. Ja. En dat is al heel erg fijn. Mooi. En misschien als YouTube ooit nog eens in staat is om Nederlands goed te vertalen. Dat ze dat dan vanzelf... En dat ze dat door dit lawaai heen kunnen verstaan. Ja. Dan kunnen we die weer uploaden naar, naar Vimeo. Ja. Dus ja, dat is wel leuk. En voor de rest, ja... Ik heb alleen maar voor ons een van onze grootste fans gewerkt. Vlak na de kerstvakantie. Oké. Okay. Daar ga ik straks over vertellen. Teaser, okay. Cliffhanger. Ja, ik heb de... Ik heb ook niet gekeken hoeveel mensen de site bezocht hebben. Nee, het was niet veel meer. Want wat ik namelijk heb gedaan... Oh. Ik heb alle statistieken van al mijn sites afgehaald. Ah. En dat was naar aanleiding van een artikel van... de fantastische designer. En die schreef... Ik ga weer zelf... Frank Chimero is dat. Okay. Van, ik ga weer zelf meer zelf doen. Dus ik ga dingen weer op mijn eigen site hosten. Okay. Ik ga nog wel gebruik maken van dingen als Twitter en zo en Flickr. Alleen ik ga ze allereerst op mijn eigen site hosten. Ik ga ze consolideren en of ga ik juist zenden vanuit zijn eigen website? Zenden vanuit zijn eigen website. Oké. Okay. En vooral ook zijn eigen content maken. En daar... Ja. En de dingen maken die ik tof vind.
En bij het maken van dingen die ik tof vind, daar passen, daar hoeven eigenlijk helemaal geen statistieken bij. Want je maakt het voor jezelf. Ja. En dat is op zich een interessant idee. En daar zat ik eigenlijk al langer mee te spelen. Omdat ik merkte dat als ik dan een artikel had geschreven, ik was maar een klein stukje. Mm-hmm. Als ik dat had geschreven, dan ging ik naar de statistieken kijken. Van wat vinden mensen hiervan? Of hoeveel mensen bekijken dit eigenlijk? En dan was ik teleurgesteld als mensen... als ik weinig bezoekers had gekregen. Ja. En dat betekende ook dat ik bepaalde soorten artikelen minder ging schrijven. En andere dingen waarop de een of andere reden meer mensen op afkwamen, dat ging ik dan maar meer beschrijven. En dat vind ik een slechte reden. Ja, inderdaad. Nee, daar kan ik wel in komen eigenlijk. En toen dacht ik van, nou ja, waarom zou ik dan, who cares of ik nou 20 of 50 bezoekers heb. Dat maakt er geen fuck uit. En, dus daar... Ja, sommige kijkers die vragen het ook aan ons. Van hoeveel keer wordt de Wasstraat gekeken? Nou, bij deze, ik weet het echt niet meer. Nee, ja, maar ik weet het omdat Vimeo het weet. Het is altijd een niche geweest, dus het zal niet veel zijn. Nou, het is een paar honderd keer per aflevering. Dus het is geen, wordt het 200 of zo, 230, zoiets. En hoe ouder de afleveringen zijn, hoe meer ze gekeken worden. Zijn, ja. Maar dat komt natuurlijk omdat ze ouder zijn. Dat klopt. En dus meer bekeken worden. Ze hebben langer in het vat kunnen liggen. Ja, en mensen zijn er, hebben meer tijd gehad om er blij van te worden. Ja, ja, ja. Voor historisch perspectief. Oh ja, laten we even het ritje ook even doen. Zo. Mensen, kijk, daar zien we kinderen. Oh nee, dat zijn geen kinderen. Ik had net nog een... Een 386 momentje. Geen kinderen. Je kent 386, hè? 386, dat is een processor. Dat is een, ook een stripje over het feit. Dat is het is een heel bekend stripje. Ja, ja. Waarbij je een ballonnetje ziet, tekstballonnetje. Schatje, kom je naar bed? En dan zie je iemand achter een computer zitten die zegt. No, I can't. Somebody is wrong on the internet. Oh, ja, inderdaad, ja. 386. Somebody is dat niet Xcase? Ja, 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 dat zijn beroemd. Ja. Maar dat is dus... Ik had ook zo'n moment net. Ja, ja, ja. Ja. Want, ja, goed. Hang on. Ja. Ja, want ik wil daar jouw ideeën over, want ik snap het namelijk niet. Nee. En daar wil ik met jou zo over praten. Komt goed. Ja. En ik snap het gewoon echt niet. En ik hoop dat Peet me dat zo kan uitleggen. Want, goed. Hier is het probleem. Ja, oh. Ja. Ja, jij kan me toch verstaan? Ja, jij wel. Wacht je nog even met... Ja, moet ik nog even wachten met op het... instorten? Hallo, hallo. Zeg jij ook eens iets? Hallo, hallo. Ja, dat klopt. Dus ik hoorde... ik las vandaag een tweet waarin iemand zei, de tijd van crappy rotzooi veroorzaakt door responsive design is voorbij. En er stond eigenlijk responsive design en endless scrolling. Dat gooide hij op één hoop. Huh? We gaan weer naar een periode van specifiek geoptimaliseerde interfaces. Oké. Okay. En... Specifiek voor wat? Per device. Oh. Dus ik schreef toen terug, nou, good luck with that. ga je een miljoen verschillende interfaces maken? Ja. Want word je rijk zoveel van. Verschillende apparaten zijn er. Ga ik nu de verkeerde kant op? Nee. Het is nou voor één kant. Nee hoor, dat hier ga je mooi naar best. Precies. En... Nee, dat was toen een discussie en hij had het over progressive enhancement. Dat zorgt alleen maar voor slechte klote websites. Net zoals Mobile First heeft ervoor gezorgd dat het alleen maar debiele websites zijn. wat definieerde hij als mobiel? Bedoelde hij, zeg maar,
echt... Nou, zo ver gingen we er niet op in. Maar hij vindt alles wat niet specifiek geoptimaliseerd wordt voor whatever, is kut. Ja. En alright, denk ik. Want we hebben, dat is het idee van progressive enhancement. Dus ook van, als het nodig is, dan ga je voor specifieke interactiemanieren of specifieke schermgroottes of specifieke whatever, ga je zorgen dat de interface geoptimaliseerd wordt. Of dat whatever geoptimaliseerd wordt. Dat plaatjes geoptimaliseerd worden. Of dat juist het hele idee achter responsive design en mobile first is naar mijn idee dat dingen als het nodig is geoptimaliseerd kunnen worden. Maar dat je een basis maakt die gewoon overal werkt. Ja. Maar toen was er iemand anders en die zei, overigens alle twee gewaardeerde ex-collega's, die zeiden van ja, ik vind optimaliseren voor een specifiek device nooit een enhancement. Dus en ik ben er toch aan, ik vraag me af, ik kan me gewoon geen interactie voorstellen die het echt nodig heeft om voor een speciaal device, dus laten we zeggen een iPhone 5S, geoptimaliseerd te worden. En misschien weet jij die wel. Ik kan ze namelijk gewoon niet verzinnen. Ik kan me het alleen voorstellen... een interactie of een iets... Ja. Ja. Of een, moet een interface... Ik denk zodra het contact gaat maken met dingen die niet in de browser zitten. Bijvoorbeeld video wordt op een iPhone 5 wordt overgenomen. En dan, dat zou je dan eventueel makkelijker of beter willen maken. Ja. Maar misschien ook koppelingen met... Jezus. Kijk hoe ze dat bijvoorbeeld doen met apps, weet je wel. Dus dat je kan zeggen van, oh, dan kan je nu naar de app toe gaan of zo. En nou, we hadden het ook niet specifiek over app of niet app. Nee, precies. Maar ik vraag me dus af, een interactie, iets, een interface die echt, die het aanzienlijk beter maakt. Of niet zo beter dat het niet, dat het echt een aparte applicatie, dat er een aparte applicatie voor gebouwd moet worden. Dus de ervaring wordt zoveel beter, dat kan niet vanuit een kijk, voor een normale website sowieso niet. Voor een normale website zie ik dat niet 1, 2, 3 in. Nee. Kijk, we hebben het hooguit tussen het verschil tussen touch en niet-touch. Daar is een groot gat. He, dus je wilt bijvoorbeeld die mooie fotowebsite die je hebt gemaakt. Ja. Dan is het misschien leuk dat je met je duim zo erin kan flikken. Kan ook. En dat is dan zo'n enhancement die het de moeite waard gaat maken, toch? Nou ja, wat ik heb gedaan, ik heb links en rechts heb ik een hele klikbare plek. Ja. Dus inderdaad, swipen werkt niet, maar tappen werkt wel. Nee, maar precies. En ik denk als je en dat dus... werkt overal, dus daar hoef ik helemaal niks te enhancen. Het werkt gewoon. Nee, inderdaad. Maar dit is een beetje het ding van progressive enhancement. Of eigenlijk, hoe heette dat vroeger ook alweer? Er was iets nieuws in HTML5 en dat werd dan polyfills. Ja. Vroeger maakten mensen polyfills. En ik denk dat de progressive enhancement die je op websites ziet, die op de goede manier zijn geïmplementeerd, het vaak polyfills zijn tussen wat op het web mogelijk is en wat op de specifieke device mogelijk is. Ja. Dus, en dan bijvoorbeeld dat mensen plaatjes zo kunnen inzoomen op een website. Dus met een zoom en pinch gebaar. Ja. Of met een thumbflick gebaar. Ja. En die dingen, daarvan, dus ik denk dat een progressive enhancement meerwaarde biedt als het een polyfill is op het gedrag waar je eigenlijk gewend bent op het specifieke device. En dat geldt misschien ook voor televisie. Dat je bijvoorbeeld een polyfill hebt voor een afstandsbediening. Ik weet het niet. Maar noem eens een voorbeeld van... Oh, dus zo'n pinch zoom. Ja. Nou, je kan toch gewoon zoomen op een foto? Maar dan zoom je wel een pagina mee. Dan wordt het niet groter. Hè? Kijk, een pinch zoom die werkt op bijvoorbeeld een foto-app. Pas omdat het grote plaatje er al is.
Maar voor een webapp zou je dan moeten zeggen van... Oké, zodra ik die motion maak, dan moet ik ook gelijk het grotere plaatje gaan laden. Dat je midden... Ja. Omdat je beperkt bent aan een... Weet je wat, of omdat je niet weet wat voor bandbreedte er is. Omdat er grotere onzekerheid is daarover. Dat zou ik me voor kunnen stellen, maar... Ja, weet je... Nee. Nou, ik denk eigenlijk dat ik had moeten vragen... Hebben we het hier over het web? Het web waar ik het over heb, het web met links. Ja. Het web in een browser, het web met een URL. Of hebben we het hier gewoon puur over applicaties? Native applicaties. Ja, precies, ja. Want kijk, als het native applicaties zijn, ja, prima, ga lekker. Dus bouwen wat je wil als je er geld voor over hebt en als je dat belangrijk vindt. En het ironische is dat juist... de mensen die dus nu gebruik maken van diensten die waar ze één stuk code in zetten en dat het dan op Android en iPhone uitpoept, ja, daar gaat het dan heel vaak mis. Ja. Die dingen die zijn hetgeen wat ze dan verwachten van een app, namelijk snelheid en super integratie met het OS. Ja. Dat komt dus niet uit de verf blijkbaar. En dat zorgt ervoor dat mensen alsnog zeggen van, nou weet je, dan gaan we het gewoon... Dan gaan we native apps maken of we laten Android even voor wat het is of wat ook. Of maak gewoon een webapp. Vind ik misschien nog wel een beter idee. Ik heb vaak gewoon het idee dat het web niet goed genoeg begrepen wordt. Ja, dat is sowieso het geval. En dat webtechnologie ook niet goed genoeg begrepen wordt. Ja, er worden ontzettend crappy dingen gemaakt met HTML en CSS. En tuurlijk worden verschrikkelijk slechte websites gemaakt met het idee... Of met het verhaal erachter dat het over progressive enhancement of mobile first zou gaan. Maar ik denk dat we het gewoon niet goed genoeg begrijpen. Of dat we verkeerde verwachtingen ervan hebben. Misschien hebben we ook wat verkeerde verwachtingen. We hebben altijd geprobeerd. We wilden altijd flash-achtige sites maken. Vette bewegende dingen en zo. En misschien moeten we dat wel helemaal niet willen op het web. En misschien is het web wel... is het daar gewoon niet goed genoeg voor. Nou, wat mij betreft zijn Flash-achtige websites zijn niet gefaald in dat het afhankelijk was van Flash. Maar vooral dat ze constant opnieuw bezig was met een interface aan het leren. Ja. Het deed zeg maar een heleboel beginsels van dat soort websites. Die waren gemaakt vanuit het grondidee van... Het web werkt niet op de manier dat ik het wil. Ik heb daar een goed idee over. Dat ga ik nu maken in Flash. Ja. En dat faalt bijna altijd. Ja. En ik denk dat nu het web daar zelf nu ook nog steeds last van heeft... van eigenlijk de omgekeerde leercurve. Het is het ook. En ik denk dat een hoop designers ook nog steeds die simpele gedachte hebben... Nu hebben we computers en met computers kan alles. Ja, dat is ook zo. En ik denk ook dat we op dit moment wel op een punt zijn waarin we beginnen in te zien... Misschien zijn sommige simpele... Is het een goed idee om bepaalde dingen juist lekker simpel te houden? En we beginnen ook bepaalde interactiepatronen terug te zien die gewoon werken. Nou, nog veel belangrijker, we moeten simpel niet, niet verwarren met sober. Zeg maar, simpel betekent goed. Ja, 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 ja. Betekent dat de dingen die werken, dat die ook werken. Ja. Dat er geen onzin tussen zit. Maar dan kan het heel erg goed zijn dat we erachter komen van... Holy crap, de browser werkt gewoon nog niet op de manier dat wij willen. Misschien moet de browser zeg maar het web beter presenteren. Of op een betere manier aan ons geven. Het niet werkt zoals we willen. Hè? Dat is ook, weet je, ik heb heel veel op- en aanmerkingen over papier. Ja, fuck it, papier, daar kan ik niet op inzoomen. Ja. Ik vind dat de papierbouwers moeten maar eens beter hun best gaan doen met papier. Of ik kan zeggen, misschien moet ik wel helemaal niet willen inzoomen op papier... en moet ik beter papier begrijpen van wat is het nu eigenlijk. Mm-hmm. En dat is een beetje, denk ik, wat er aan de hand is. Er wordt gezegd, het web moet beter, browsers moeten beter hun best doen. En ik denk dat het andersom is. Wij moeten beter ons best doen om het web te begrijpen. Ja. Want het... En ook het spannend maken. Hè? Ja. Want er zijn juist... En ik hoop dat jij daar ook echt enorm invloed op... Of enorm in elk geval op kleine schaal invloed gaat hebben. Op die paar mensen... Want jij...
die dus afstuderen en dan snappen. Oh, wauw, zo werkt het. En dit is de manier hoe ik mensen het meest gebruik kan laten maken van alle moois, al het moois wat het web biedt. Ja. En nou goed, en dat geldt dus, dan gaat het over usability, dan gaat het over design, maar het gaat ook over het commerciële aspect. Ja. Want we merken dat daar ook nog een heleboel dingen die het nu bijvoorbeeld commercieel interessant maken om apps te maken, omdat het leuk, hip en iedereen heeft apps tegenwoordig, dat die gedachte die werkt gewoon, die is niet goed. Ja. Die obfuskeert op een heleboel niveaus. Obfuskeren, want dan hebben we, nu kunnen we downloads zien. Obfuskeren is verduisteren, toch? Verduisteren, ja. Inderdaad. Het verduistert eigenlijk de effectiviteit van je content of van datgeen wat je wil bereiken. En dat eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat veel helderder is. Dat je veel, ja, ik weet niet, effectiever bent eigenlijk op het web. Ik had eigenlijk nog een hele... Jij hebt nog een heel verhaal, dus ik ga gewoon nog een rondje rijden. Oh. Ja, jij hebt een teaser uitgesproken. Ik had een teaser uitgesproken. Dus ik ga nu gewoon nog een rondje rijden. We zijn al in Osdorp. Ja, maar we gaan... Osdorp is enorm. Ja, dat is waar, ja. Dus we kunnen hier nog wel... Als je daar rechtdoor gaat... Ik ga hier rechtdoor, ja, zo. En dan die kant op. Naar links. Ja, dan kom je zeker ergens. En dan kom ik vast wel bij een rotonde op een gegeven moment weer terug kan. Ja, dat wordt heel mooi. Precies. Dan gaan we richting... De snelweg. Nou, vertel. Ja, inderdaad. Dus... Ik ben heel benieuwd. Ik heb 16 januari of zo. 16 januari heb ik voor mediawijzer.net... heb ik bij Nieuwjaarsborrel gestaan. Inspiratiedag was het. En dan heb ik een... hoe heet het nu? Een column. Ja. Gesproken. Vroeger zag ik columns op televisie. En toen dacht ik van... Dude, je staat daar dingen op te lezen. Dat is blijkbaar een format. Dat heb ik dus ook gedaan. Ja, ja, ja. En dat was heel erg leuk. Ik heb hem gelezen. Ja, en ik heb daarna bijna direct met alle spelfouten heb ik het op het internet gezet. Erg goed, vond ik hem. Vertel. Ja, nou, het gaat dus over belangen. En, of tenminste, de column gaat over belangen. En eigenlijk dat wij wel al het mooiste wat wij op het internet ervaren, dat is gratis, op de rekening die betaalt aan je internetprovider. Daar genieten we elke dag van. Maar niemand realiseert zich, of misschien realiseren we ons dat wel, maar niemand onderzoekt nou eens echt wat het nu, zeg maar, aan wie betalen wij niks? Aan wie betalen wij niks als wij Gmail gebruiken? Is dat alleen maar Google? Betalen wij, zeg maar, geen abonnement aan Google? En wat vraagt Google daarvoor terug? En wij hebben nu, dat we zeggen van, ja, er zijn advertenties. En die advertenties die zorgen ervoor dat wij dingen kunnen bekijken. Maar die advertenties die zijn helemaal niet rendabel. Dat weten we al een hele tijd. Althans, de mensen die in het wereldje zitten van adverteren. Weten al een hele tijd dat er een habbekrats te verdienen is met voor een website waar advertenties op staan. Maar de mensen die daar komen, jij en ik en iedereen. Die zijn wel heel erg interessant. Dus die gegevens die getrackt worden... Niet op de website, maar in de banners en in de statistieken. Dus waar je toestemming voor geeft, hè, dat is die cookie melding waarin we maken dingen beter en et cetera. Ja. Die informatie die gaat dan niet naar Google of misschien ook. Maar die gaat voornamelijk ook naar een heel ander groot bedrijf. Wat met die bizarre hoeveelheid informatie aan de slag gaat en jouw gedrag gaat voorspellen. En dat gaat verkopen aan grote verzekeringen. En echt... Is het heel leuk? Ja, dat kan. Maar nee, is het niet. Ga lekker rechtdoor, zou ik zeggen. Ja. En op een gegeven moment heb je dan een rotonde. Okay. En nog verder heb je nog eentje. Oké. Okay. En die... Dus je had het daarin over bedrijven... die eigenlijk heel veel geld verdienen... Ja, door het verzamelen van data. Ja. Let op, met heel veel geld verdienen bedoel ik niet een paar honderd miljoen. Ik heb het over miljarden. Dit zijn extreem welvarende bedrijven die zich niet verbergen achter... weliswaar geïncludeerd zijn in dat cookie waar jij accordeert. Of niet het cookie, maar de persoonsverzamelgegevens. Maar...
die verzamelen dus aan die mensen, aan die bedrijven, wordt ook al die gegevens verkocht. Ja. Impliciet. Ja. En daar wordt pas echt geld mee verdiend. En niet zo'n klein beetje ook. En dat maakt het dus rendabel voor grote bedrijven, voor advertentiebedrijven, om wat geld te geven aan de adverteerders en aan de mensen die die advertentieplaats beschikbaar stellen. Ja. Daar komt het echte geld vandaan. Want het komt niet vandaan dat jij op dat advertentietje klikt en dat er daadwerkelijk iets verkocht wordt. Daarvan is de effectief ongeveer 0,0136%. Ja. Dat is bizar weinig. Het is gewoon het feit dat je klikt, dat levert geld op. Nee, het feit dat het koekje er staat, dat levert geld op. Ja. En dan gaat het niet over jou, want niemand weet dat jij het bent, want het is allemaal netjes geanonimiseerd. En dat maakt het wereldje echt heel erg mooi vangbaar. Niemand weet eigenlijk waar die gegevens naartoe zijn, inclusief de adverteerders. Die weten dat ook niet. Nee. Die interesseren het niet. Want ze verdienen geen geld met daar kennis over hebben. Ze verdienen geld met daadwerkelijk een plekje vrij te maken en dat daar plaatjes komen die hun merk niet beschadigen. En nou goed, daar had ik dus het was geen tirade, het was echt heel erg netjes, gewoon achtereen of uiteenzetting van let daarop. Of eigenlijk niet zozeer let daarop van dit is een groot gevaar, maar nou ja, wees je bewust van wat er gebeurt met je. Wees je bewust waarom iets gratis is. Ja, ja, ja. Want gratis is nooit gratis. Wij hebben het eerder gezegd. Als het gratis is, dan ben jij het product. Ja. En als jij dus bijvoorbeeld, als ik e-mail gebruik, Gmail of iets dergelijks, denk ik van verdikkie joh, dit is echt een product waar ik voor zou willen betalen. Dit is mij zo €50 in het jaar waard. Wat? €120. Maar ik betaal het niet. Dus ergens is er iemand die €120 betaalt, zodat dit mailprogramma kan bestaan. En dan is de vraag, wie hoest die €120 op? Ja. En misschien is het nog wel meer geld, want ik kan me heel goed voorstellen dat als je softwareontwikkelaar bent en een webservice aanbiedt, dat je zegt van, weet je wat, daar stop ik zo min mogelijk moeite in, net genoeg dat mensen het leuk vinden. En al de rest van het geld gaat uit de grote jacht van mij. Ja. En dat wij niet weten en ook niet na te zoeken waar dat vandaan komt. Ik kende dus die grote dataverzamelaars, die kende ik dus. Die databrokers. Ja, dat was echt nieuw voor mij. Ja. Ja, die databrokers, dat is ook een, nou, het is een beetje, in elk geval in de advertentiewereld is dat een publiek geheim. Toevallig was er ook een man die sprak ook bij Mediawijzer. Dat was een van de grotere adverteerders in Nederland, geloof ik. Ja. En die zei ook in zijn praatje van, ja, wat Peet net zei, dat is niet onwaar. Niet onwaar. Of nee, hij zei zo, dus dat klopt. Oké. Okay. En Mediawijzer, dat gaat over Mediawijzer van ons, maar ook voornamelijk jonge mensen. Eigenlijk van 2 tot aan pubers. Oké. Okay. En hij vertelde dus over, ja, hoe het advertenties laten zien aan pubers. Wat betekent dat eigenlijk? Bovenaan kleine kinderen van 2. Ja, nou, ik vind het echt een goede vraag. Ik vind het ook niet zo tof eigenlijk als ik kijk naar Kiki, als die tv zit te kijken. Zo ontzettend veel advertenties. Ja. Ik las laatst waar wie. Iemand linkte naar een onderzoekje over dat kinderen die veel advertenties zien, dat die hebberiger worden. Mm. Dus kinderen zijn helemaal niet zo hebberig en die hoeven niet zoveel. Weet je, geef ze een takje en ze gaan spelen. Ja. Maar als ze de hele tijd advertenties zien, dan worden ze hebberig. Ja, want dan wordt er iets voorgehouden wat ze niet hebben. Ja. Ja. Of dat ze zien blije kindertjes met een plastic ding. Ik denk zelf, van plastic dingen worden we blij. Ja, ja. Maar het werkt hetzelfde bij volwassenen trouwens. Die denken dat ook. Ik ook. Ik heb regelmatig dat ik plastic dingen van andere mensen ook wil kopen. En het is een. Bij volwassenen. Ja, nou ja, volwassenen zitten ook natuurlijk de grootste idioten tussen. Ze zijn ook makkelijk manipuleerbaar. Kinderen zijn nog net even iets makkelijker manipuleerbaar. Ja. Ik vind het een beetje tricky, die kindertv. Ik vind het niet zo tof. Ja, je zou de dvd's kunnen kopen. Ja, hebben we ook.
En dat is... En op dit moment veel is... Veel ouders doen het uit noodzaak. Omdat op dit moment is YouTube op de Apple TV nog heel erg tof. Oh ja. Want daar zie je helemaal geen advertenties op. Oh, echt waar? Ja, die zijn onzichtbaar. Ah. Dus dat is... daar moet ik YouTube bekijken. Ja, zeker. Ik bedoel, YouTube op Apple TV is echt een stuk aangenamer dan YouTube op het web. Ja. Ja, ik heb altijd Ghost 3 aanstaan, dus dan wordt er ook veel geblokkeerd. Behalve in de kerstvakantie. Oh, dat wil ik nog heel even kijken. Dat redden we prima. In de kerstvakantie was ik dus enige blijkbaar die op YouTube was. En toen was ik lekker aan het browsen. En ik was wat inspiratie aan het zoeken voor een van onze klanten. En dus ik moest veel video's kijken. En elke video begon met een advertentie van Philips. En dat was een advertentie waar je, zeg maar, na 2 seconden dan kon je wegklikken. Ja. En elke, zeg maar, precies op de 2 seconden deed ik, klik weg! Ja. En de volgende film, ja hoor, daar is die weer. Ja. Weer die irritante eikel die op KLM of op Schiphol stond. En achter een grote stapel van dingen die hij graag weg wilde geven. En ik heb het natuurlijk ook gewoon niet kunnen volgen. Het irritante was, of het irritante voor de adverteerders, had het filmpje zo gemaakt dat het punt wat ze wilden maken, de reden waarom mensen zouden moeten blijven hangen, die kwam niet in die eerste... Wat twee was het? Seconden. Ja, het zijn er meer. Het was 12 seconden of zo. 4 meestal. In elk geval, die kwam dus niet over. Dus het was ook echt zo, ja, dit is irritant, go. Ja. Maar dan denk je dus, dan heb je een bedrijf met de regenkracht de grootte van de maan. En nog niet kan je naar mijn klikgedrag luisteren. En verdorie, nou, maar dat is iets anders kiezen. Nee, je krijgt gewoon, jij moet reclame zien, klaar. Ja, maar dit... Ze weten dat je het niet wil zien, maar misschien kijk je naar 20 keer toch wel. Alright, en dit is dus de reclamewereld in een notendop, hè? Ja. Want wie wil dat? Google. Google wilt dat jij een heleboel advertenties consumeert, kijkt. Ja. Maar de adverteerder, dus in dit geval Philips, die zal waarschijnlijk zeggen van, dude, Pete die wil niet kijken, stuur deze views alsjeblieft naar iets anders, naar iemand anders. Want dan verdien ik er daadwerkelijk geld mee. Dan is dat de investering die ik nu aan het doen ben, van een duppie, die gaat dan naar iets wat wellicht effect heeft. Hmm. En Google die houdt dat gewoon verborgen. Die zegt ze van, weet je, Pete die zit in de doelgroep en die zal kijken ook, verdorie. Ja. En die vinden het niet interessant om dat te rerouten naar mensen die het wel zouden bekijken of zouden klikken of wat ook. Of uit het filmpje uit zouden kijken. Ik heb dat filmpje letterlijk 50 keer gezien die dag. Letterlijk. Ja, ik vind het ook, ik zie het ook vaak. En dit is dus de consument en de adverteerder hebben allebei belang bij dat het relevanter wordt. En dat er dus alleen maar mensen kijken die het interessant vinden. Maar relevante reclame, ik geloof gewoon niet dat het bestaat. Want reclame komt vanuit iemand die iets wil verkopen. En dat is per definitie niet relevant. Kijk bijvoorbeeld naar een Nest. Wat is een Nest? Dat is een thermostaat. Ja. What the fuck is er mis met thermostaten? Die hoeven niet slim. Jawel. Nee, ze verzonnen. We moeten slimme thermostaten en dat tuurlijk. Heb jij nodig, Pete. Ja, inderdaad. Ja. Want iedereen wil de temperatuur op zijn werk, van zijn huis, op zijn werk kunnen bekijken. En het kunnen programmeren. Het is echt zo'n onzin. Niemand wil dat. We laten ons wijsmaken dat we dat willen. Nog even een linkje naar de databrokers. Raad eens waar al die informatie van jouw thuisgedrag naartoe gaat. Ja. Anyone? Ja, dat gaat naar Google. Die heeft net Nest gekocht. Precies. Want die zag daar vooral heel veel informatie. En zo, wacht eens eventjes. Naast hoe ons... Hoe komen we dieper in het leven van de mensen? Ja, naast het kijkgedrag. Ja, ik las ook iets over een winkelketen die nu de unieke nummers van telefoons die langslopen snift. Oh, nice. En die de winkel inkomen, dus die nu weet van... deze mensen hebben... Die hebben interesse. Ja, en dat is het, ja. Ja. Oh. Oh. Allemaal woede en frustratie en mensen. Weet je, de digitale... Het heeft allemaal mooie dingen gebracht, het internet. Maar ook
zoveel slechter worden dingen ervan. Weet je, de reden dat we dit kunnen bespreken... en dat mensen dit, mogelijk 3 mensen dit gaan zien... maakt het al helemaal waard. Het internet dan in elk geval. Dan heb ik, dan heb ik mijn abonnement terugverdiend. Ja. Maar... even wat overlopende kinderen voorlaten. Maar het is inderdaad... het is moeilijker om er doorheen te prikken. En zeg maar, we laten ons te veel verleiden door dat dingen te makkelijk zijn, et cetera. Dus, maar goed. Jongens, dit was 33. We hopen snel aan de 34. Doei! Doei!